Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de kunstschering Westeraar hebben wij vorig jaar een drietal projecten opgestart. En al die drie projecten die hadden als doel om een samenhang te bewerkstelligen tussen amateur en professionele kunstenaars uit heel Twenteland. Die projecten die zei, kijk maar even mee. We hebben uiteraard een tentoonstelling georganiseerd en dit keer in de hal van het gemeentehuis. We hebben een grote kunstmarkt georganiseerd waarin vooral kunstenaars uit Twenteland en uit de regio geparticipeerd hebben. En als je nagaat dat er 50 kunstenaars op ingeschreven hebt, dan kun je zien dat dit dus inderdaad een heel verbindend iets is geweest. En daarnaast hebben wij een busreis georganiseerd naar Münster, een kunstreis waarbij ook twee andere lesgroepen uit andere kernen van de gemeente Twenteland meegedaan hebben. En dat is op zich is dat natuurlijk een vrij unieke situatie, omdat Twenteland nogal wat tegenstellingen kent in de diverse kernen. Dus we zijn wat dat betreft heel erg verbindend bezig geweest. En daarnaast zijn we natuurlijk ook nog bezig met de toekomst. Want er zijn nog een aantal andere projecten die we dit jaar verder gaan opstarten. En voor de kinderen hebben we dit project georganiseerd. Tekenen en schilderen onder leiding van een van de leden van de kunstkring. En waarom? Omdat wij het zo ontzettend belangrijk vinden dat kinderen zich creatief kunnen uiten. Op de scholen merk je gewoon dat er minder tijd voor is. Thuis zitten die kinderen heel vaak met hun handjes gewoon aan die elektronische apparaatjes. En dit gedeelte, het gewoon creatief bezig kunnen zijn met elkaar, het ontdekken, het experimenteren, vinden wij heel erg belangrijk. En je merkt dat de kinderen er heel veel plezier aan hebben. Want ze zijn nu al met een derde werkje bezig gewoon deze middag. En wat ik jullie ook nog even wil laten zien, dat is hier het Veemuseum in Frieseveen. Moet je je voorstellen dat op zaterdag 24 mei, dan organiseren we hier een project waarbij schilders uit heel Nederland, tekenaars, aanwezig zijn om oude plaggenhutten, de boerderijen, het veen vast te gaan leggen. Op die manier gewoon met elkaar bezig zijn, op een creatieve manier. En dat is eigenlijk het doel ook van al onze projecten, het verbinden van mensen en zorgen dat ook naar de toekomst toe energie vrijgemaakt wordt om door te blijven gaan op deze manier.